als stroom zitten. In het stripmuseum in de stad Groningen komt volgend jaar een expositie over het werk van Marten Toonder. Striptekenaar Toonder overleed gisteren op 93-jarige leeftijd. Hij wordt gezien als een van de drijvende krachten achter de totstandkoming van het stripmuseum. Olivier B. Bommel en Tom Poes maakten hem beroemd. De creaties van Marten Toonder werden in vele talen vertaald. In Nederland geldt hij als de godvader van de strip. Hij verrijkte de Nederlandse taal met nieuwe woorden en uitdrukkingen, zoals minkukel. En als je begrijpt wat ik bedoel, en een eenvoudige, doch voedzame maaltijd. In het stripmuseum is een speciaal kabinet aan hem gewijd. Toonder was ook de drijvende kracht achter het museum. In 1997 was hij bij de opening van een expositie, voor het laatst in Groningen. Mijn jonge jeugd, dat striptekenen, dat kunst was. Maar mijn vader was een Groninger. En die zei, tekenaar, dat is geen vak, jongen, dat is een hobby. Het stripmuseum is daags na het overlijden van de Nederlandse stripnestor druk met het inrichten van een vitrine. Zijn populariteit is nog steeds groot en in het museum weten ze waarom. Hij heeft op een gegeven moment natuurlijk de Toonder Studios opgericht en heeft een ontzettend grote productie gehad. Maar dat kun je eigenlijk alleen maar doen wanneer je figuurtjes creëert die een heel groot publiek aanspreken. En dat heeft hij gedaan. Heer Bommel en Tom Poes met name. Toonder is geboren uit Groningse ouders. Zijn vader was een zeekapitein uit Warfum. In het Groningse Eenrum wonen de gepensioneerde tekenaars Corrie en Jan Woldering. Ze hebben vroeger in Amsterdam met Toonder gewerkt. Ze bewaren warme herinneringen aan hem. Vooral aan het moment toen Corrie in 1942 bij Toonder solliciteerde als tekenares. Mag ik die tekeningen eens zien? Hij zag dat ik tekeningen bij me had. Nou, hij keek mijn tekeningen even door en toen zei hij... Jij kunt bij mij in dienst komen, je kan maandag hier terecht. Toen ben ik eerst in zijn particuliere privédienst geweest. Heb ik achtergrondjes moeten tekenen voor zijn strips. Maar het was een buitengewoon sympathieke, aardige man. Hij was uniek. Ook niet alleen in tekenen, maar ook in zijn taalgebruik. Het was werkelijk een unieke man. Hij was eigenlijk ook ontzettend geestig. Hè? En die verhalen, hij had zo'n ongebreidelde fantasie. Het stripmuseum is van plan om in november een grote tentoonstelling over Toonder en zijn werk te organiseren. De man die vorige week een mislukte overval pleegde.